Verno Materieelverhuur daagde in het najaar van 2015 alle basisscholen uit de gemeente Leeuwarden uit tot het ontwerpen van verrassende mobiele toiletten. De ontwerpen stroomden in grote getalen bij Verno binnen. In het voorjaar kreeg de jury tientallen Cambuur-vlaggen, pompenbladen en koeienvlekken onder de ogen. Niet zo raar, want alle ontwerpen hadden zoals vereist een link met Leeuwarden, Friesland of LWD 2018. De vijf kunsttoiletten trokken op evenementen rondom in Friesland veel bekijks. Honderden bezoekers van deze events mochten op hun favoriete wc stemmen. Het publiek koos uiteindelijk het unieke Cambuur-toilet als de grote winnaar van het kunsttoilettenproject. Het ontwerp is zeer gedetailleerd, compleet, met veel geduld gemaakt en erg kleurrijk, dus zeer opvallend. De makers Lara, Lars, Dennis en Gerben van basisschool Het Palet nemen maandag samen met juf Petra de prijs in ontvangst.